zwijgen. Zeg dan wat. Doet hij toch. Oh, als wij een dreamteam zijn, dan is dit zeker de nachtmerrie. Wat? Dat ze het niet waar maakt. Je hoort, misschien. En dan zie je... En dan zeg jij die tekst. Welke tekst? De tijdtekst. Oh. Ja. Er was dus een tijd dat mensen met elkaar praten zonder dat ze dat wisten. Wat is een tijd? Ze wisten het natuurlijk wel, maar ze stonden er niet bij stil. Ze stonden nergens bij stil. Ze wisten natuurlijk wel. Dat was een gelukkige tijd. Ja. Was dat een gelukkige tijd? En dan? Hij had hem nogal hectisch geslaagd, zei hij. Nee. Ik wil alleen maar iets maken. Dat is iets heel anders dan... Nee. Ik. Nee. Hij had hem nogal hectisch geslaagd, zei hij. Ja, maar nee. Waarom zeg je niet eens een keertje gewoon ja? Ja, dan komt hij. Nee. We horen. We zien hem. Nee. Er heerst hier een enorme droogte. Een verstikkende stoffigheid. Het heeft hier jarenlang alleen maar gruis geregend. Dit wil ik niet. Dit wil ik ook niet. Soms hebben we niks te willen. Dat hoort ze niet. Ah, jullie en jullie pruttelputje. Jullie met jullie blauwdrukjes. Het eeuwige wachten op de grote gooi, die wervelende worp in jullie spiegels. Dit zien we niet, dit horen we niet, dit wil ik niet. Dat kan niet. We zien, we horen. Misschien is het alleen een kwestie van een onbetrokken evenwicht. Iets laconieks. Alsof hij zich losmaakt. Iets afschudden. Ik zou erop halen. Dat is mooi. Of alleen waarom... Zo'n wedergeboorte. ...veeg ik mijn neus er niet aan af. Om maar te zwijgen. Nee! Misrekening. Stel eens een gewetensvraag. Dit is een regelrechte agressie. Het logo poogt zich los te weken. Van het wanvoorden. Ik wil het niet. Gaat misschien wel heel slecht met mij. Is dat een kanttekening in een zelfs voor jou begrijpelijke taal? Mooie vraag. Mild zelfs. Maar aan wie? Wil ze niet. Aan mij. Is ze bang voor vragen? Ze wil antwoorden. Dogma's. En dat zegt godverdomme, dat zeg jij. Vleesgeworden jumbojet, alsof die nooit neerstortte. Erger nog al jaren terug neergestort, maar nog steeds met die doorgezopen kop in de wolken. Zoontje neemt honneurslagen voor mij. Wat was hij anders? Over mij. Je postbus, je screensaver, je door je doodgelopen make-up. Die zich haar zoon... Charles Kim! Mevrouw steekt de geconstateerde klauw uit. Werkster die zich nog te goed voelt om een steeds groter. Mag ik misschien weten wat doet dit? We zijn toch met iets bezig? Jij? Ik hou van hem. Jij, die je onderdak gekregen hebt uit gedeelde weerzin tegen... Hij houdt van hem, dat is een idee. Ik waarschijnlijk ook. Je kan toch niet anders? Ah, stakker. Ik. Horen we nog iets? Zien we nog iets? Ik ben bezig. Misschien is het allemaal wel heel eenvoudig.
alles. Eenmaal het bloedbad geworden is wat we vreesden. Vogeltje schreef toch ook niet moord en brand als hij dood neerstort van het dak? Huh? Misschien vond dat dakje zich wel alleen. Dat woord heb ik nog nooit horen zeggen. Alleen. Nu toch? Nu maar meteen een heilige leven. Mijn bestaan verdwenen! Nee. Hier moet. Hier en nu. Ik hou van hem, jij toch ook? Ik ook. Het schept een band. Van het idee dat je van hem hebt, Han. Wat is het anders? Wat?